Het gaat over de lenende boerspolder en het, het nut van het doen van veldproeven en het belang van meten, monitoren en goed schematiseren ook. En ik begin meteen met een plaatje. Jullie zien hier een hele blije vertegenwoordiger van een gerenommeerde onderzoeksstichting uit Amersfoort. En die is heel tevreden over hetgeen je achter je ziet, namelijk een doorgebroken dijk met inderdaad de geïnundeerde polder aan de rechterzijde. Marleen, of Laureen, mag ik jou vragen het filmpje te starten? Nee. Even terug. Even kijken. Nou, dan ga je nog even terug. Ja, en dan op die klikken, ja. Want waarom was hij zo blij? Hier zien we beelden van een paar uur daarvoor, nog net in het donker van het einde van de ochtend. Dit is die kade. En hier ineens bezwijkt hij. En dat is eigenlijk de essentie van de proef die we hebben gedaan in de Lene de Boerpolder. Kijk of ik dan weer terug naar mijn presentatie kan komen. Ja. Geweldig. Dus de lenende boerpolder, daar ga ik het met jullie over hebben, de bezwijktest die we daar hebben gedaan. Nou gaat die proef heel erg over macrostabiliteit binnenwaarts, net ook al genoemd, en dus ook over grondmechanica. En dat leek me voor het plenaire gedeelte op zo'n dag als vandaag misschien toch iets te zwaar. Dus ik raak dat onderwerp wel een paar keer, maar ik wil het toch wat verbreden. En wat ik al zei, ik wil ingaan op hoe nuttig is het doen van veldproeven. Je bereikt bepaalde doelen, maar er zijn ook bepaalde bijvangsten, daar ga ik het over hebben. En het belang van goed schematiseren. En het feit dat je daarvoor alle kenmerken die van belang zijn van een dijk, voor de veiligheid van een dijk, wel goed moet kennen. En dat toont dan meteen ook aan het nut van meten en monitoren. En ik leg daarbij wat relaties met projecten die we binnen ORC aan het uitvoeren zijn. Nou, om te beginnen, Ronald noemde het ook al, als ik een beetje wat verder terug ga, 1996, wet op de waterkeringen, zijn we massaal begonnen met het maken van stabiliteitsberekeningen voor primaire waterkeringen. En vanaf 2006, zeker vanaf 2009, zijn daar stabiliteitsberekeningen voor regionale keringen bijgekomen. En dan krijg je inderdaad soms dit soort resultaten. Je ziet hier een berekende stabiliteitsfactor van 0,41 voor een dijk die er gewoon al soms eeuwen staat. En dan wordt er wel eens wat gemopperd omdat de leidraad niet goed is. Ondertussen zie je dan dat zo'n dijk bijvoorbeeld ook vol zit met scheuren. Je ziet hier een kruin met allemaal reparaties in het asfalt. Dus zo'n dijk is wel aan het vervormen, maar is wel stabiel, maar heeft ondertussen wel een hele lage berekende stabiliteitsfactor. En vanuit de grondmechanica is dat eigenlijk logisch. En het hangt samen met een aantal keuzen die we hebben gemaakt. Ik ga dan toch even wat grondmechanica proberen uit te leggen. Wat jullie zien is in deze figuur de sterkte van de grond verticaal uitgezet tegen de rek van de grond, de mate waarin de grond vervormt. En wat als eerste dan al meteen opvalt is dat die sterkte, dat is niet één vaste eigenschap, maar die sterkte is afhankelijk van de mate van vervorming. Vergelijk het met een elastiekje, als je die steeds verder gaat uittrekken moet je steeds meer kracht geven voor datzelfde beetje vervorming wat je de elastiekje probeert op te leggen. En in deze grafiek zie je dan voor een aantal grondsoorten hun gedrag weergegeven. En je ziet voor zand in het groen dat bij heel weinig vervorming al heel veel schuifsterkte mobiliseert. Vervolgens bereikt dat al heel snel een piek. En daarna beginnen die korrels over elkaar heen te schuiven en dan ontstaat er een soort reststerkte. Bij klei zie je iets vergelijkbaars. Het moet meer vervormen om een bepaalde piek te bereiken. En vervolgens ook na het bereiken van die piek ontstaat er een soort lagere reststerkte. En voor veen zie je dan zelfs dat naarmate veen steeds meer vervormt, de sterkte eigenlijk steeds meer blijft toenemen. Dus het blijft steeds meer kracht kosten om veen verder te vervormen. Nou, dit is typisch het gedrag van grond. En waar we ooit een keer voor hebben gekozen, is om de sterkte van de grond af te leiden bij heel weinig vervorming. Dus intriaxiaal proeven, bij 1, 2, soms tot 5% vervorming, bepalen we de sterkte. En heeft de grond dus nog lang niet zijn maximale sterkte gemobiliseerd. Maar dat is een keuze geweest om bij die sterkte de grond, of bij die vervorming de sterkte van de grond af te leiden. En dan klopt dat inderdaad met dat soort plaatjes, dat je denkt, hey, hoe kan het nou? Ik reken een stabiliteitsfactor uit van 0,4. En die dijk die staat er gewoon, maar hij is wel heel erg aan het vervormen. In feite is hij dus een grotere schuifsterkte aan het mobiliseren.
Ja, en die keuze hebben we gemaakt omdat bij die hele geringe vervormingen treden er geen wateroverspanningen op. Dus dan mag je gedraineerd rekenen, zoals dat dan heet. En zoals we dat vroeger, zou ik ondertussen haast zeggen, voor al onze keringen deden. En ondertussen doen we dat alleen nog voor onze regionale keringen. Maar wat je dan ziet, hè, als die grond meer vervormt, mobiliseert die meer schuifsterkte. En door die vervorming treedt er ook wateroverspanning op. Want in die poriën zit water, dat moet er tussenuit. Dat heeft wat tijd nodig. En gedurende die tijd is er sprake van wateroverspanning. Dus het verzilveren van die hogere sterkte bij grotere vervorming vraagt wel om een ongedraineerde stabiliteitsanalyse. Nou, dat vond ik dan toch belangrijk om even uit te leggen hoe dat nou precies zit. En uiteindelijk was er ook dat een reden om die bezwijktest in de Lenen de Boerpolder te gaan doen. Want anno 2014 was er heel veel onderzoek al ontwikkeld en onderzoeks nog lopende. Het dijk op Veen is uitgevoerd, in het WBI is heel veel kennis ontwikkeld. En dat ging allemaal over die hogere sterkte bij grotere rekken, het doen van DSS-proeven op Veen, een ander grondmodel, het critical state soil mechanics model. En dus ook daar gekoppeld met die grotere rekken ongedraineerd rekenen. STOA heeft toen een consequentieanalyse laten uitvoeren van wat betekenen al die ontwikkelingen nou voor de berekende stabiliteit van onze regionale keringen. Daar kwam wat potentiële winst uit, een hogere berekende stabiliteitsfactor. Dat vonden we interessant, maar toen ontstond er wel een beetje een behoefte aan. Een soort calibratie, een bevestiging van hoe goed is die rekenregel nou. Want dat was allemaal nieuwe kennis, samengevoegd in een rekenregel voor de primaire keringen. En er was toch een behoefte van hoe goed is dat nou eigenlijk en werkt dat dan ook voor regionale keringen. Dus er was een wens tot een soort veldproef om dat allemaal een stuk gaan kalibreren. En toen deed zich een kans voor bij Rijnland, bij de Lenen de Boerpolder. Die polder werd opgeofferd voor waterberging en dat bood de kans om die dijken te gaan testen. En zo ontstond daar de bezwijktest in de Lenen de Boerpolder. Even heel snel onderzoeksvoorstel opgesteld door de TU Delft. Kader is beschikbaar gesteld door Rijnland. Financiering is geregeld door waterschappen, provincies en de STOA samen. Vervolgens is er een onderzoeksvoorstel van de TU Delft gehonoreerd door STW. Waardoor op een totaal budget van orde grootte 1,5 miljoen uitkwamen. En nou ja, het onderzoek is een beetje gecoördineerd vanuit het belang van de sponsors, om het maar zo te zeggen, door de STOA. De proef zelf in het veld begeleid door Deltares. En de coördinatie van allerlei inspectietechnieken die zijn toegepast is gedaan door Flood Control Eijkdijk. Maar het onderzoek zelf was dus een groot onderzoeksvoorstel van de TU Delft. Tom de Gast hier zitten, een van de vier AJO's op het onderzoek. En om dan iets van die dijk te laten zien. Links zien jullie een boezem van Rijnland. In het midden inderdaad dan de kade van de Lenen de Boerpolder. En rechts is al een sloot die we hebben gegraven om de dijk wat te ondermijnen. In een soort situatie ziet het er zo. En dit zijn trouwens beelden van Stefano Muraro, ook een van de AJO's. En die heb ik allemaal uit zijn thesis mogen lenen. Met zijn toestemming gelukkig. Zo ziet het inderdaad wat we aan grondonderzoek daar hebben gedaan in een drietal raaien, boringen, sonderingen om überhaupt de bodemopbouw beter te leren kennen. Er zijn pijlbuizen geplaatst, waterspanningsmeters. We hebben apparatuur aangebracht om de vervormingen te kunnen gaan meten. En er zijn heel veel laboratoriumproeven uitgevoerd om de sterkte van de grond te leren kennen. En in het wasprofiel ziet dat er dan zo uit. En die sterkteproeven zijn vooral gedaan op de niveaus van waar we ook het glijvlak, waar het glijvlak werd verwacht. Dus deze dijk hadden we goed in de smiezen, om het maar zo te noemen. En zo ziet zo'n dijkje er dan vervolgens uit met al dat soort apparatuur. En hier zie je nog allemaal reflectoren, omdat er vanaf afstand werden ook vervormingen et cetera gemeten. Dus even een beeld van hoe de dijk er dan ondertussen uitzag. En vervolgens begon de proef. Dus het hield in dat we eerst de dijk nog even goed nat hebben gemaakt. Je ziet uit deze pijp zie je wat water lekken. De dijk is in een hoog niveau verzadigd en vervolgens hebben we in een aantal stapjes de dijk verder verzwakt. En dat hebben we gedaan door eerst het waterpeil in die teensloot te verlagen, kijken wat hij doet. Als hij daar niet door bezweekt, pijl weer omlaag, de sloot is groter gemaakt, even wachten en vervolgens weer dat pijl omlaag. En dat hebben we in kleine stapjes gedaan en het was nog best spannend, want als je meteen een gat van 10 meter achter die dijk graaft, dan bezwijkt hij wel. Maar ja, hoe sterk was hij dan eigenlijk? En als het een te klein stapje zou zijn geweest, en hij had bijvoorbeeld wel wat vervormd, maar niet echt afgeschoven geweest, maar had wel alle apparatuur stuk getrokken, ja, dan hadden we ook niks gehad. Dus het moest klein genoeg om dicht bij de echte sterkte te zitten en groot genoeg om wel een echte afschuiving te laten zijn.
Dat was best spannend en dat heeft, ik geloof zelfs Tom wel een keer gedwongen om op zondag berekeningen te maken, omdat maandag weer de volgende fase moest gaan beginnen. Maar het is gelukt, hier zien jullie, de sloot is al wat verlaagd en je ziet net daar het eerste water over de dijk heen stromen. En ik had dat filmpje, maar dat laten we dan nu nog even zitten. Dat hebben jullie net al gezien. Dus, proef geslaagd zou je kunnen zeggen. We hadden een echte doorbraak en met een heel gedetailleerd stapje. Ook nog wat plaatjes uit de testjes van Stefano. Hier zie je in de tijd weergegeven waar de vervormingen een beetje, hoe die zich manifesteren. Het begon allemaal in de siltondergrond. Vervolgens trad er vlak daarna heel veel vervorming op in het veen. Vervolgens ook het dijklichaam zelf. En toen bezweek de kade ook vrijwel direct. En als je dan die vervormingen in dit soort plaatjes weergeeft, dan zie je ook dat het glijvlak vooral zat op de overgang van de veen naar de siltondergrond. Dus niet midden in de veenlaag, maar echt eigenlijk op de overgang tussen veen en silt. En dankzij dit soort plaatjes konden ze ook goed kijken hoe dan de vorm van het glijvlak was geweest. En eigenlijk was dus de conclusie, het gedrag van die kade hield zich redelijk volgens onze voorspellingen. Het moment van bezwijken was helemaal volgens de voorspelling, dus we hadden de stabiliteitsfactor goed berekend. En ook die vorm van het glijvlak was vrijwel volgens de berekeningen. Dus ook dat was een mooi resultaat. En dat heeft wel heel veel vertrouwen gegeven in hoe goed die rekenregel nu is. Maar, dan komt het. Dit was het best bekende profiel van Nederland. We hebben natuurlijk heel veel onderzoek gedaan op zo'n heel klein stukje dijk. We hebben ook in die testen daarvoor, waarin die waterstand soms werd verlaagd, gezien dat sommige grondlagen al wat begonnen te vervormen. En daar zijn ook nog wat parameters op aangepast. En dit soort voorspellingen maak je ook met gemiddelde waarden van alle sterkte-eigenschappen. En op die manier lukt het om een perfecte voorspelling te maken. Maar in onze adviespraktijk hebben we niet zoveel gegevens van een dijk zoals hier. En moet je het doen met minder informatie, dan begin je te schematiseren. En een van de verkenningen van de TU Delft bleek ook wel dat als je met een aantal parameters wat gaat variëren binnen wat je allemaal een realistische range zou kunnen vinden, dat dan die stabiliteitsfactor die je uitrekent een hele grote range kan gaan krijgen. Met andere woorden, goed schematiseren is dus wel heel erg belangrijk. Je kunt een goede rekenregel hebben, slecht schematiseren en dan heb je nog steeds niet zo'n heel nuttig resultaat van je sommetje. Dus goed schematiseren is van belang, goed je sterkte van je grond kennen, je waterspanning, het gedrag wat die gaat vormen. Dat vraagt ook om gedetailleerd veldonderzoek, meten, monitoren, etc. Nou, ten aanzien van het schematiseren zijn er wel een aantal bijvangsten, zou ik haast willen noemen, van dit onderzoek. Er zijn veel interessante conclusies getrokken over het doen van trioxiaal proeven, de verhouding tussen van het monster, tussen de diameter en de hoogte bijvoorbeeld zijn wat conclusies ingetrokken. Ook hoe interpreteer je precies het verloop van trioxiaal proeven. De rol van gasvorming of de aanwezigheid van gas in een monster is onderzocht. Daar zijn conclusies over getrokken. En daar ga ik het allemaal niet over hebben. Eén punt wat ik nog wel wil uitleggen is ook het belang van het kiezen van een karakteristieke waarde. Vanmiddag is daar een workshop over. Daar gaan ze dat heel gedetailleerd aan jullie uitleggen. Ik weet niet of iedereen bij die workshop aanwezig kan zijn, maar ik wil dan toch vast een tipje van de sluier oplichten. Dan doe ik aan de hand van dit plaatje toch nog wat grondmechanica. De laatste sheet die daarover gaat. Wat ik hier heb weergegeven is de resultaten van heel veel DSS-proeven in dit geval op veen. Waarin je uitgezet de sterkte van de grond ook weer verticaal uitgezet tegen het spanningsniveau waarbij de DSS-proef in dit geval is uitgevoerd. Die zet je allemaal in een grafiek en wat wij dan als geotechneuten doen is dat we daar met een 5% ondergrenswaarde een veilige waarde voor kiezen. De karakteristieke waarde, dat is die dikke zwarte streep in de veronderstelling dat er maar 5% van de monsters een lagere waarde zou mogen hebben dan die sterkte. Vervolgens zetten we daar een materiaalfactor overheen om tot een rekenwaarde te komen. En dit houdt dus eigenlijk impliciet in dat je ervan uitgaat dat over de volle breedte van het glijvlak, dus zowel in de breedte richting als in de lengte van de kade zelf, overal die grond op als een plek op dat moment die 5% slappe waarde heeft. En je kunt je afvragen of dat zo is. Tom heeft onderzoek gedaan naar heterogeniteit. En als een dijk heel heterogeen zou zijn en zo heterogeen dat het glijvlak alle uitersten tegenkomt, ja, dan zou je misschien met een gemiddelde waarde mogen rekenen in plaats van die 5% ondergrens.
Nou, dat is wel een uiterste, maar je zou heterogeniteit in rekening kunnen brengen bij het kiezen van die karakteristieke waarden. Er is een methode voor uitgewerkt door de TU, die is toegepast in een aantal cases. En vanmiddag is daar een workshop over en het zal jullie niet verrassen, maar er komen hele gunstige resultaten uit. Maar dat is alles wat ik erover wil verklappen. Dan wat ik verder nog wou noemen, om dan toch dit voor de grondmechanica gedeelte maar even te laten voor wat het is. Die proef had ook, nou, ik noemde het woord al, een aantal bijvangsten. Wat natuurlijk vooral eerst opviel, is dat dat bezwijken heel snel verloopt. En dat soort verhalen kennen we ook van Wilnis. Mensen lieten s'avonds laat een hondje daar nog uit. S'nachts brak de dijk door, terwijl niemand wat had gezien. En bij Stijn schijnen de inspecteurs ook de dag ervoor nog op de dijk te hebben gereden. En even zo goed kan er dan zo snel een glijvlak optreden. Nou, als je gedetailleerd naar die metingen kijkt, dan zie je wel dat het glijvlak zich heeft aangekondigd. Bij een van de voorgaande verlagingen van het polderpeil is er in die veenlagen wel iets van 4, 5 centimeter vervorming opgetreden. En het is voor een deel weer teruggeveerd toen dat polderpeil weer is verhoogd. En als je die dijk heel goed had gekend en je had geweten hoe die op scherp had gestaan, dan had je kunnen weten dat je dus nu wel heel dichtbij bezwijken zou zitten. Dus het heeft zich wel aangekondigd, maar het vraagt wel heel gedetailleerd inzicht van het gedrag van zo'n kering om te snappen dat die 4 centimeter betekent dat hij op het punt van doorbreken staat. Nou, wat verder wel interessant is toch, is dat het verlagen van dat polderpeil in die teensloot met nog geen halve meter genoeg is om zo'n dijk onderuit te trekken. Dat is klaarblijkelijk zo'n significante aantasting van zijn sterkte dat daardoor de dijk gewoon is doorgebroken. En dat vind ik ook het leuke van het doen van veldproeven. Je doet onderzoek vanuit een bepaald doel, daar leer je wat van, maar vervolgens leveren dit soort proeven ook gewoon allerlei andere resultaten op. En ik mocht van een aantal waterschappen wat plaatjes lenen van voorbeelden van hoe hun ook met het doen van proeven leuke bijvangsten hadden. Dit is een proef door het Wetterskip. Die wilde onderzoek doen naar de stabiliteit van teensloten. Ik heb het overlegd met Nick Bosma. Dat ik deze foto mocht laten zien. En straks nog een filmpje ook. Maar in ieder geval, het ging om de stabiliteit van teensloten. Met ook de vraag, hoe groot is nou zo'n glijvlak als zo'n sloottaluut van die teensloten inzakt? Want dan zou je de restbreedte benadering mee kunnen optimaliseren. Bij het Wetterskip hebben ze heel veel teensloten. En het zal heel veel voor de toetsing kunnen betekenen als je daar wat in kunt optimaliseren. Dus het idee is dus een stuk van een vaat afgedampt. Daar is een heel hoog waterpeil in neergezet. Daar is ook de waterpeil in de teensloot verlaagd en vervolgens gekeken van wat gaat er nu gebeuren. Die dijk is ook nog nat gemaakt en vervolgens is er een soort verkeersbelasting aangebracht. Laureen, mag ik jou vragen dat filmpje te starten? Spannend. Ja? Alleen de andere moet eerst uit, krijg ik ingefluisterd. Ik weet niet of je dan dat dat genoeg aanwijzingen voor je zijn om het dan. Heel spannend. Of anders rechtstreeks van de stick misschien opstarten. Dat. En als je deze wil aanklikken, dan. Ah. Kijk, ja, dat is wel een heel intiem kijkje in of het spreekwoord van het konijn er ook nog op staat en over de plastic soep in de oceaan. Maar dan, we gebruiken deze privé ook wel eens, zoals jullie zien. Zal ik mee gaan helpen? Of,
Ja, die is het. Dus deze dijk die was, werd onderzocht, toetspeil opgezet, goed nat gemaakt en in toenemende mate wat verkeersbelasting aangebracht. En uiteindelijk zie je dat was een stoere aannemer, die durfde zelf met zo'n zware kraan eroverheen te rijden. En dat de dijk het nog steeds hield, ondanks wat de berekeningen hadden gezegd. Dat was op zich zowel goed nieuws als slecht nieuws voor het onderzoek zelf. Hè. Het is mooi dat die dijk zo sterk is. Het is jammer dat je geen glijvlak hebt gehad waardoor je niet precies weet hoe sterk die dan was, maar was in ieder geval sterker dan. En dat is wel een heel mooi resultaat. Maar wat dan een leuke bijvangst was, is als je dan zo ziet, je denkt in onze sommetjes houden we rekening met een verkeersbelasting, want we gaan noodmaatregelen treffen en dan gaan we over een dijk heen rijden en het weegt dan zoveel kilonewton. Ja. En denk je, ja, met je noodmaatregelen treffen. Dat is helemaal niet realistisch, dat ga je gewoon niet doen. En ik weet het niet zeker, Bieber, maar volgens mij doet het wet een keer voor wisselkade ook geen rekening meer houden met een verkeersbelasting. Het is gewoon niet realistisch dat je op deze manier denkt maatregelen te treffen. Dus dat was een bijvangst van dit onderzoek. Een vergelijkbare bijvangst hadden we ook bij dit STOA-onderzoek. Ook onderzoek naar de verkeersbelasting. En dan vooral hoe reageren waterspanningen op een zware verkeersbelasting. Hier reden we een aantal keren met zo'n vrachtwagen over een groene kade. En vervolgens zie je al na een paar keer heen en weer rijden dit soort sporen ontstaan. En dan was het niet eens slecht weer of hoog water op die dijk. En als je dan ziet hoe langzaam zo'n vrachtwagen achteruit rijdt op zo'n smal kadertje. Dan denk je ook, ja, op weg naar een bres om materiaal te brengen en dan weer achteruit terug te rijden. Dat is helemaal niet realistisch, dat gebeurt in het echt. Dus het rekening houden met zo'n zware verkeersbelasting op dijken zonder een weg op de kruin. Omdat je noodmaatregelen gaat treffen, dat is eigenlijk gewoon iets waarvan je door het doen van dit soort proeven denkt, dat is helemaal niet realistisch. Dus misschien moet je dat gewoon niet meenemen in je toetsing. Nou, nog een proef die bij Hollands Noorderkwartier is uitgevoerd. Het ging over een infiltratieproef. Hoe reageert de grondwaterstand op neerslag? Dat was het doel van de proef. En wat we vervolgens hier waarnamen is dat over hele korte afstanden van de dijk de grondwaterstand heel sterk varieerde. Of de reactie van de grondwaterstand op de neerslag. Blijkbaar was het dijklichaam zo heterogeen dat je over 25 meter afstand hele grote verschillen kon krijgen in tot hoe hoog het grondwater steeg. En dat soort verschillen kunnen bijvoorbeeld ontstaan, dat weten we dan van andere dijken, het zandkunet onder het asfalt. Als dat lokaal wat dieper ligt, dan is dat de verzamelplek van alle neerslag en dat is een constant een natte plek. Met andere woorden, het doen van metingen is hartstikke nuttig, maar als je dat wil gaan verzilveren in je berekeningen, dan moet je dus wel heel zeker weten dat het hele vak waar je die gunstigere schematisering voor toepast, ook echt zo gunstig is, want anders dan reken je je rijk aan iets wat er misschien toch op een enkel plekje minder gunstig is. En dat is precies de plek waar het fout gaat. Dus goed schematiseren is belangrijk, maar je moet wel heel goed je dijk ook kennen. Het moet nergens ongunstiger zijn. Kaan, ik zag dat jij al een teken gaf. Dit is mijn laatste sheet. Ik hield de klok ook al een beetje in de gaten en dan begin ik het wat af te raffelen, maar dat maakt niet uit, denk ik. Ja, en als ik het dan een beetje samenvat, hè, dus het verbreden van die Lene de Boerpolder. Allereerst, de Lene de Boerpolder zelf, het resultaat gaf veel vertrouwen in de fysica van de rekenregel, heb ik het hier dan met name genoemd. Maar er zijn wel enkele aandachtspunten voor wat ik dan de toetsregels zou willen noemen. Op het moment dat je moet gaan schematiseren met minder goede informatie, je gaat met karakteristieke waardes werken, dan ontstaat er gewoon een verschil tussen in een gemiddeld berekende stabiliteitsfactor die er echt is en wat je veiligheidshalve denkt dat waar je maar vanuit moet gaan. En dat krijgt in een aantal studies binnen het ontwikkelingsprogramma ook wat aandacht. Sowieso bewezen sterkte is al genoemd. Het feit dat we die rekenregel vertrouwen geeft aan dat je ook richting bewezen sterkte durft door te pakken. Je rekent iets uit wat klaarblijkelijk in de buurt zou moeten komen van wat je verwacht. En als dat dan anders is, dan kun je daarop aanpassen. Ik zou dat voor piping nog helemaal niet durven, zeg maar, om even een gemeen zijstapje te maken misschien. En ze hebben nu nog een aantal studies gedaan rondom het onderwerp macrostabiliteit. Meer in het verbreden, het doen van veldproeven is interessant. Sowieso vanuit je onderzoeksdoelstellingen zelf,
Maar er zijn altijd interessante bijvangsten die je doet. Dus ik zou jullie allemaal willen oproepen als waterschappers dan in dit geval. Doe vooral dat soort proeven en meld ons de leuke resultaten daar dan van. Wat ik verder ook noemde is het belang van een goede schematisering. Ik zei het al, je kunt een hele goede rekenregel hebben, maar als je slecht schematiseert krijg je nog steeds uitkomsten die nou ja, tenminste merkwaardig zijn, laat ik het zo zeggen. Maar met dat scherpe schematiseren moet je dus ook je dijk wel beter kennen, want je wordt kwetsbaarder voor lokale afwijkingen. Dus je moet eigenlijk heel goed weten welke kenmerken van mijn dijk dragen bij aan het waterkerend vermogen. En die kenmerken moet je ook tenminste goed kennen om te weten hoe kwetsbaar ben je nou als je inderdaad scherper of optimaler gaat schematiseren. We hebben daar wat sommen naar of een studie naar laten doen binnen het ontwikkelingsprogramma naar degradatiekenmerken. En los van dat het interessant is om te weten waar is een dijk kwetsbaar voor, is het omgekeerde effect daarvan dat je ook weet waar is een dijk onkwetsbaar voor. En dat heeft geleid tot onder andere het project kwalitatief toetsen. Waar is een dijk allemaal niet kwetsbaar voor en wat kan hij dus allemaal aan veranderingen hebben zonder dat je je zorgen hoeft te maken en nieuwe berekeningen moet gaan maken. Daar is vanmiddag ook een workshop over en nou, ook daar maak ik dan maar vast reclame voor. Nou ja, en ik noemde het al, scherpe schematiseren vraagt dus ook dat je je dijk veel beter kent, goed inzicht in hoe die is opgebouwd. Met andere woorden, goed meten en monitoren. En misschien, zeker als je het over waterspanningen hebt, droogte, moet je dat misschien wel vlakdekkend doen in plaats van af en toe ergens een pijlbuis. Omdat door heterogeniteit kunnen de verschillen zo groot zijn dat één pijlbuis per kilometer is nuttig, is beter dan niks, maar geeft geen garanties dat er niet ergens een afwijking zit die je mist. En juist die afwijkingen maken het gevaarlijk. En ook over het monitoren worden binnen het ontwikkelingsprogramma een tweetal studies opgepakt. Naar droogte, met verzadiging, nattigheid, zeg maar daar als tegenpolen van. En de graskwaliteit. Dat is wat ik over wilde vertellen, Karen.